dit is de allergrootste update van dit seizoen met nieuwe Mavics en een nieuwe Battle Pass. Oh, let's go, kom, go. Red je niet, hij is eerder. Please, geef me een goede gun. Is dit iets? Nou, het is niet heel denderend, maar sure. Hij heeft alleen een SMG. Here we go. Deze, way out. Huh? Oh, hij zit daar boven. Nu dan, please, doe iets. Oké, denk na. Oh mijn god, gast. Ik moest gewoon de S-Kidded gooien. Oké, in ieder geval, vandaag heb ik een update video voor jullie. Normaal doe ik dat dus niet, omdat, ja, meestal zijn er niet heel veel speciale updates. Maar vandaag was het toch wel een speciale, dat ik dacht, dit moet ik even met jullie delen. Ik heb het namelijk over de Ninja Turtles update. En deze update is lijp, gast. Van een nieuwe Battle Pass, naar nieuwe Mythic, naar nieuwe locaties. Het is echt een hele hoop. Ook nog eens mijn nieuwe favoriete item. Bijvoorbeeld ook Pizza Party is terug in de game. Waar ben ik wel heel erg blij mee, want dat blijft gewoon een goed itempje. Wacht, hè? Is die bot er niet? Huh? Of is dat misschien de bot? Nee, dat is enemy. Wat? Maar hij heeft geen... Nee, huh? Nou, ik heb geen idee wat hier aan de hand is, want die bot is gewoon weg. Maar wat is er dus nieuw in deze update gekomen? Onder andere bijvoorbeeld een kleine Battle Pass. Dit is de Ninja Turtles Battle Pass. Dus je kan een hoop Ninja Turtles items unlocken. Je ziet eigenlijk hier precies allemaal wat je kan unlocken. Ik vind het altijd dik als ze het doen. Natuurlijk, hè, de een heeft er wel wat mee, dan de niet. Maar ik vind het tof dat ze het doen. Want de laatste paar updates kregen wij, wat was het? Zo'n invisibility cloak. En weer zo'n Anvil Launcher. Je had er echt helemaal niks aan. Dus ik ben blij dat we eindelijk een fatsoenlijke update hebben gekregen. Die daadwerkelijk echt sick is. We hebben zelfs mijn favoriete item terug. Oftewel de Driftboard. Dat is echt top. Dus als we deze gebruiken, kunnen we meteen op het dakje hier. Zo. Hey. Oké, misschien net niet. Maar dat maakt niet uit. Er is nog een enemy voor mij. Wat hek? Er zijn hier zoveel enemies. Ik kan beter dit doen, denk ik, man. Gewoon even zo pakken. Dankjewel. Dat was een makkelijke kill, gelukkig. Maar er zijn hier nog steeds enemies, hè? Ik zweer het je, er is nog iemand. Hier lag ook allemaal nog loot. Kijk, deze had ik nodig. Top. Zit hij daar nog? Ik durfde eigenlijk niet eens naar binnen te gaan. Heel eerlijk. Oh, hij is al lang weg. Hij is allemaal hier. Oh mijn god. We hebben mijn favoriete item nodig. Hartstikke. Let's go, jongen. Echt, I love it. Ik krijg weer een sniper door mijn kop heen. Het is zo bijzonder knap, hè. Mijn enemies zijn altijd zo goed. Wow, dit is onzin. Dit is onzin. Even wachten. Komt nog iemand aan. Oh, en dan durft hij niet meer, hè? Oh, dan is het opeens een watje. En dan gaat hij weer snipen, want daar is hij blijkbaar heel goed in. Kom hier, Bo. Kom deze box fight dan. Nee, dat durf je niet. Kom gewoon hier! Hij heeft trouwens 2 medals, deze guy. Hij zit daar nog steeds. Maar er zit ook zo'n guy in mijn rug. En dat vind ik heel vreemd. Kijk hem daar zitten dan. Oh, ik ga dat toch niet aan. Dat heeft toch helemaal geen zin. Ik wil gewoon een 1-op-1 fight. En niet zo afstand. Oh my god. Broer, kom nou gewoon een 1v1 fight. Oh, jij kan ook niks, hè. Hier, lekker voor je, bro. Lekker voor je, maat. Word op je plek gezet, broer. Oh, huilie. Zo, nou, ik heb mijn toxic gedrag weer gehad voor vandaag. Ik kan weer verder met leven. Ai. Er waren dus ook nieuwe skins. Ja, laten we verder gaan. Oh, ik moet trouwens wel echt even flink doorlopen. Er zijn dus ook een hoop nieuwe skins uitgekomen. En die staan allemaal dus in de item shop. Dus als je die haalt, zou het heel erg tof zijn om die te halen. Met supportercode Paradoes in de item shop. En aangezien ook dit seizoen nog maar 4 weken duurt, ben ik wel blij dat ze zo'n klein updateje, of ja, klein, best wel grote, een best grote update hebben uitgegooid. Er is ook een nieuwe locatie, namelijk de kelder. Ja, niet de kelder waar Dion zit, maar in ieder geval wel de kelder waar
de nieuwe Ninja Turtles eigenlijk thuis horen. En dat is namelijk precies hier, waar ook die medal zit. Daar kan je namelijk naar beneden toe. Nou, jullie kennen het wel. En dat is nu helemaal Ninja Turtles stijl geworden. Daarbij is er trouwens dus ook weer een nieuwe auto in de shop gekomen. Zo'n McLaren. En ik had zo tegen mezelf gezegd, Rick, niet kopen. Koop nooit een auto. Het is zo verspilling van je geld. Je zal het niet raden. Maar ik heb hem gekocht. Oh, Rick toch, jongen. Zo dom. Oh, daarachter zitten mensen. Kom op, even die snipe hitten. Huh? Wat is dit voor rare sniperscope? Deze heb ik nog nooit gezien. Huh? Gewoon een red dot, joh. Oh, ik ga even flexen. Ik ga even flexen. Komt-ie, hè? 3, 2, 1. Wow. Oh. Wat is deze guy heen? Oh. Ik dacht serieus is een echte enemy. Oeh. Oké, okay, nou, laat me zitten. Ik pak hem wel gewoon zo. Nou heb ik die Mavics trouwens nog helemaal niet gezien die in de game zitten. Je hebt namelijk speciale vending machines hiervoor. En daar kan je die Mavics kopen als het goed is. Maar nou moet ik wel heel eerlijk toegeven. Ik heb echt geen idee waar deze vending machines staan. Want ze zijn ook echt net nieuw, hè. Dus voor mij is het ook allemaal een beetje uitzoeken. De Fortnite update is trouwens niet de enige update die er geweest is. Ik heb namelijk ook echt een lijpe update uitgegooid. Namelijk in mijn eigen map. Je hebt nu namelijk nog meer spelers. We hebben er squads van gemaakt. En je hebt alle nieuwe Chapter 5 wapens in de map. Je kan zelfs upgraden als je dat wilt. Met gewoon attachments. Maar je kan ook nog meer XP krijgen. Om nog even jouw battle pass te voltooien. Dus join snel de map. En wie weet kom je mij tegen. Oh, kijk. Daar zul je ze hebben. Je hebt hier namelijk dus onder andere dus de driftboard alweer. Maar hier ook de Leonardo's katanas. En als het goed is. Inderdaad, die heeft een klein beetje movement. Het is niet heel denderend. Maar het is iets. Maar tegelijkertijd heb je ook dus wel echt lijpe dingen, hoor. Zoals je ziet. En als je dat dan in de lucht doet, dan kan je echt zo... Nou, dat is best dik, toch? Eerlijk. Wat doet deze guy nou? Man probeert al te pre-boxen voordat ik überhaupt in de buurt ben. Deze man heeft gewoon even in creative lopen zitten. Dat is prima. I know. Ik moet hier ook nog eens weg. Ja, maar daar heb ik weer helemaal niks aan. Ik zie niks door die boom. Bro, deze boom staat zo in de weg, hè, maat. Ga weg. Ik ga wel eerst even safe zitten voordat ik echt zoveel damage krijg. Daar heb ik echt geen zin in, namelijk. Go, 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 go. Ik moet weg. Ik moet weg. Ik moet gewoon zo snel mogelijk weg, want anders krijg je veel te veel damage, jongen. Ik bedoel, ik snap dat deze guy wil fighten, maar dit is niet the way to go. Oh, lekker. Go. Waar is hij heen? Zie je, deze guy is nog dood ook, ja. Of course. Oh, ik haat snipers, bro. Ik zweer het je. Nee. Ik vertrouw dat gewoon niet, man. Want iedereen in mijn lobby is altijd echt goed met snipers. Maar we hebben hier nog een vending, als het goed is. Kijk, hatsakee. Easy, bro. Easy. Moet wel tempo maken, zo te zien, zeg. Non de u. Het doet 5 damage al. Ah shit, dat ga ik niet redden. Dammit, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Wacht, denk na. Koop fan, of koop die. Dan nog één keer zo. Dan gaan. Dan red je het gewoon. Geen stress. Zie je? Easy, bro. Ik wil wel mijn laatste kill met die nunchucks maken. Als ik tenminste die 1v1 krijg. Tol, zeg. Oh, ik heb geen mats. Oh mijn god. Gast, ik heb dat helemaal niet gezien. Ik heb echt 0 mats. Oh mijn god. Hoe kom ik daar nu pas achter? Je hebt daar nog meer... Dat zijn ook de nunchucks volgens mij. Deze. Of zijn dat dezelfde? Nee, dat zijn weer andere dingen. Oh bro, kom nou niet hierheen. Laat me even healen. Oh, 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 oh. Kom op. Dat mag niet. Ik heb nu genoeg, jongen. Veel te veel zelfs. Gaat hij echt daar uitstappen? Ready, bro? Nee. Zo gek! Bro, vandaag staat er helemaal niks mee.